goed, de diepgang bij Barendrecht komt daar de eerste kans aan. Goeie redding trouwens van de doelman Maurits. Mendes Moreira. Met zijn linker en van Splunter ligt er goed. Ja, lastig balletje. Is dit buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. En Maurits had er iets meer mee moeten doen. Lekkere bal van Nuland richting Kari. En het is 1-0. Het is El Asuti of Monster. Ja, hij loopt op alle ballen. Van Nuland met de vrije trap. Gari met het hoofd. En ja, El Asuti in duel met Monster. En ik zei het, dat het een plaaggeest is, El Asuti. Monster is degene die de bal als eerste raakt. En die El Asuti met de 0-1. Akatowski. Akatowski. Met wat ruimte. Akatowski vindt die Bot. Dat doet hij. Oh, van Splunter. Goede reactie. Bot had hem moeten maken eigenlijk. Dit had de nekslag kunnen zijn voor Barendrecht. Weer opgevangen door Korzakkenbos. Die in deze fase van de wedstrijd gewoon beter zijn dan de thuisploeg. Ja. Pires de Vares. El Asuti. El Asuti. Nu wel. 0-2. Hij is belangrijk hoor. El Asuti. Pires de Vares. Weer een architect van een aanval. Vindt El Asuti helemaal vrijgelaten en dan is hij weg. Wordt het Jongman? Het gaat Jongman worden. Jongman met een kanonskogel en Arends. Eekman. Met het seintje van hij komt bij de eerste paal. En daar is wel de aansluitingstreffer. Jongman. Het gaat nog spannend worden. Zijn 12e van het seizoen. Jongman. En zo scoort eigenlijk Barendrecht. Uit het niets. Monster. Richting Caldi. Ja, die hebben ook te weinig aan het werk gezien. De voorwaartse bij Barendrecht tot dusver in de wedstrijd. Dit is wel goed van Caldi. Het talent Caldi. En oeh, dit had er ook zomaar in gekund. Het loopt goed af. Eekman. Wordt dit een 2-2 of een 1-2? Jongman, met misschien wel zijn belangrijkste vrije trap van het seizoen. Jongman kan snoei en snoei gaat schieten. Jongman, die gaat er niet in via Jacoba. Zo, en nu is het afgelopen. Wat een hectische slotfase zeg. Maar Korzakkenbos wint en dat is het belangrijkste. Want Korzakkenbos heeft nog een vleugje hoop op het kampioenschap